Goedenavond, beste luisteraars. Welkom bij de Niet Zo Serieuze Sprookjes. Als je jong bent, dan worden er vaak sprookjes voorgelezen. En dan word je ouder en dan stopt dat. Vandaar deze podcast, de Niet Zo Serieuze Sprookjes. En vandaag zitten we live in de Erfgoedbibliotheek te Antwerpen. De Hendrik Constance met ons geweldig live publiek. En ik heb ook een geweldige gast naast mij. Niemand minder dan William Boeva. Okay. En we, ik denk dat we een heel mooie sprookjestitel hebben gekregen van het publiek. Er was eens een elfje. Ik kon gewoon elfje van maken. Met een gebroken vleugel. Dat is keischattig. Dus ik denk dat we een heel mooi sprookje kunnen maken. Ik voel het. Ja, ik voel het ook. Hartverwarmend worden. Ja. Er was eens een elfje met een gebroken vleugel. En dat elfje dat zat te huilen langs een riviertje. Want zijn vleugeltje was gebroken. En het zat daar helemaal alleen. Het kon niet meer naar huis vliegen, want het kon niet vliegen met één vleugel. Met één vleugel kan je namelijk niet rechtdoor vliegen. En het bleef maar in rondjes dwarrelen. Ik kan niet meer vliegen naar huis. Ik zou kunnen wandelen, maar daar ben ik te lui voor. Nu, op dat plekje in het bos woonde er ook een trol. Willy. Ik voel mij niet aangesproken. En die trol Willy die hoorde ineens dat elfje huilen. En hij kwam uit het bos en hij zei... Een elfje met een gebroken vleugel. Mijn lievelingsmaaltijd. En dat elfje schrok. Ja, maar je mag mij niet opeten. Ik ben een keilief elfje. Ja, maar je hebt een gebroken vleugel. En dat eet ik heel graag. Eet je graag gebroken vleugels? Ja, dat vind ik heerlijk, zoals gebroken ribbetjes. Maar heb je al niet lekker gegeten vandaag? Ja, maar nog maar twee keer. Als je mij niet opeet en je helpt mij, dan beloof ik dat ik jou alle andere elfjes naar hier stuur en dan kun je die opeten. Oh, en hoeveel elfjes zijn dat dan? Honderden. Honderden? En hebben die ook allemaal gebroken vleugeltjes? Nee, maar daar kunnen we wel voor zorgen. Hoe gaan we dan te werk? Jij geneest met mij samen mijn vleugeltje. Je moet het gewoon rechtzetten, een beetje spalken. Ik ga de andere elfjes halen. Ik klok ze hierheen. En het moment dat ze hier zijn, kan jij ze allemaal opeten. Ja, maar wacht eens. Wie zegt als ik jouw vleugeltje repareer, dat je dan niet gewoon wegvliegt? We gaan hier eerst een contractje op papier zetten. Elfjes zijn intens goed. Wij liegen nooit. Ja, dat zei dat vorige elfje ook. Maar nadat ik haar geneukt had, was ze toch weg met mijn geld. Welk elfje was dat? Dat was het elfje Hoop. Ah, ja, maar die kon niet terugkomen. Die is tegen een boom gevlogen, die is dood. Oh. Dus ook zij had niet geloofd. Hebben ze mijn portefeuille dan gevonden? Waarschijnlijk beneden aan de bomen. Ja, we kenden jou toen niet. Ja, maar mijn pas zat daarin. Ja, maar... Waarom heeft niemand mij gecontacteerd? Omdat op mijn pas staat geen adres. Maar daar staat wel Willy de Trol, wonende te... Nee, een adres staat daar niet op mijn pas. Ik had dat er zelf bij geschreven. Dat is niet waar. We hebben die pas gewoon bijgehouden. Oh, ah. Ik dacht al, ik kreeg ineens papieren binnen voor een nieuwe lening. Ga dat nog helpen, of hoe zit het? Oké, maar ben je heel zeker, elfje? Ik ben heel zeker, want al die andere elfjes, ik haat die keihard. Waarom? Ja, Elisabeth, dat is ook een elfje, die stinkt. Zo kan ik voortgaan. Moet ik ze echt alle 100 opnoemen? Ja, ik heb tijd. Oké. En zo begon elfje ze alle 100 op te noemen. En ze eindigde bij... Oh, en dan heb je nog de Rufus. Man, de Rufus. Ja, die zat naast mij op de elfen, in de elfenschool en die was mij altijd aan het pesten. En waarom? Ja, omdat ik... ik heb geen vriendjes. Oh ja, dat snap ik. Je haat iedereen. Ja, daardoor. Ja, maar dat is de vicieuze cirkel, elf. Ja, maar gaan we daar nu daarover discussiëren? Of, want ik heb het gevoel dat jij wel serieus honger hebt. En mijn vleugel is nog altijd kapot, hè. Oké. Ik zal jouw vleugeltje repareren. Maar dat gebeurt wel op een speciale manier. Oh, ja. Doe maar. Om. En het elfje draaide zich om. En het vleugeltje... werd heel zachtjes. Oh, dat amai. Is jouw vleugeltje niet. Oh, jawel, dat is ook een vleugeltje. Oh. Ja, dat is mijn... Je hebt hier twee vleugeltjes. Ja, elfjes hebben verborgen vleugeltjes. Dat zijn onze G-vleugeltjes. Aan dit vleugeltje hangt een beetje kaas. Heerlijk. En zo werden ze goede vrienden.
Met haar gerepareerd vleugeltje vloog ze terug naar Elfenbos. En ze werd meteen onthaald door de hoofdelf, die ook wel genaamd is 12. Dag, 12. Hallo, elf. Mijn vleugel was gebroken. Het is daarom dat ik te laat ben. Ah. Ik wist niet dat je weg was. Ja, dat heeft bijna niemand gemerkt. Ja, dat klopt. Maar ik heb iets heel mooi gezien. Het zou leuk zijn als we met z'n allen daarnaar gaan kijken. Luister, elf. Je weet al lang dat we niet naar luisteren naar jouw gezeik. Ja, maar wat vind jij nu het mooiste van heel de wereld? Oh, dat vind ik een hele goeie. Wat ik het allermooiste vind, is een heerlijk dampend pak friet. Ah wel, ik heb een plek gevonden in het bos waar duizenden dampende pakjes friet op u liggen te wachten. Oh, en is het ver van hier? Nee, vlakbij, maar iedereen moet wel meekomen. Hele dorp? Hele dorp. Oké, ik verzamel iedereen bij elkaar. Alle elfjes werden verzameld. En zo vlogen ze naar de open plek waar de trol Willy net had gespannen. En alle elfjes vlogen daarin. Het was een genocide van elfjes. Willy was één ding vergeten. De gaten van het net waren te breed. Dus het was geen genocide. Het was bijna een genocide van elfjes. Dat klopt. Het elfje met de gebroken vleugel zei tegen Willy: ik heb mijn woord gehouden. Jij hebt gewoon een heel slecht net gehangen. Dat is waar. Zal ik je vleugel nog eens verzorgen? Nee. Ik ga nu toch terug mee met de elfjes naar het elfenbos. Oké, dan volg ik jullie naar het elfenbos. Kun jij ook vliegen? Nee, maar ik wil mijn pas terug. Wat is nu de moraal van dit verhaal? Dat als je iemand helpt, je achteraf nooit terugkrijgt wat je eigenlijk zou willen. Uw pas. Ja, en dat je nooit uw adres op uw pas mocht schrijven. Ja. Of juist wel, want dan ga je het terugkrijgen. Ah ja, dan wel. Dan wel. Just dat. Kijk eens aan. Dames en heren, slaap lekker. William Boeva!